Klap op je neus, blokje om, andere weg en toch je doel bereiken. Het is alweer zo'n tien jaar geleden dat ik de CEO van New York Pizza sprak op d tv Dus het is tijd voor een update. Hij is mijn gast, Filip Forst. Welkom bij 7D tv Ja Filip, tien jaar geleden alweer dat we elkaar spraken. Ik zal een link naar het oude videootje in de beschrijving achterlaten. Toen had je 125 vestigingen. En nu? Ja, ik denk met, met Duitsland erbij 325 vestigingen. Dus je hebt niet stilgezeten? Nee, dat is misschien wel de uh, story of my life, dat ik nooit stil zit. Hey, je had toen ook um, uh, grote ambities met Duitsland. Je noemde het net al even, hoe is dat ontwikkeld? Nou, dat is een uh, bumpy ride. Als je daar, dat kan niet in, uh, in één minuut. Dat is namelijk een continu. We zijn, denk ik, inderdaad, tien jaar geleden begonnen met één winkel in Duitsland. En dat heeft uh, drie jaar geduurd voordat we door hadden. Vier jaar geduurd voordat het succesvol werd. Waar lag dat aan dan? Ondernemers. Niet aan de formule eigenlijk. De formule had relatief weinig aanpassingen nodig, maar voordat wij door hadden dat wij een Duitser daar moesten hebben van een bepaald ondernemingsgraad, dat heeft wel drie eigenaren geduurd. Hm. En die is heel succesvol geworden, die vestiging. En we hebben daarna nog in 2021, augustus 2021, september. We, uh, toen hadden we zeg maar drie vestigingen in Keulen en toen hebben we er uh, drie ketens gekocht in Duitsland. Je denkt dan, uh, dan maar kopen, dat is daarop. Uh, uh, en dat is het hoogtepunt van de markt en, dat, daarop, en uh, die hebben we omgevlagd naar New York Pizza gedeelte ja. daarvan en dan hadden we eigenlijk uh, in, uh, in ik denk een jaar geleden ietsje meer dan een jaar geleden hadden we helemaal hadden we 80 Duitse vestigingen. En we hebben er, denk ik, eind dit jaar 25. Oh, je bouwt het weer af. Nou, niet af, dan zijn we klaar met afbouwen. Want, waarom heb je dat dan Is, gewoon, is, is, dat, is het dan een mislukking? Het, of? Eh, nou, het is op korte termijn een hele dure affaire gebleken de afgelopen <laughs> jaren. En op lange termijn denk ik dat het heel succesvol kan zijn, maar er is een heleboel gebeurd. Dus één, eh, het ligt aan ons. En twee, het ligt aan de markt. En het ligt aan de bedrijven die we hebben gekocht. Dus een optelsom van. En de grootste klapper is eigenlijk geweest dat de lonen in Duitsland. in diezelfde periode, sinds september 2001 en nu, misschien wel 40% zijn gestegen. De minimumlonen. En daar, dus die hele winstgevendheid van die vestigingen. Dus als we het heel mooi vertellen: het ligt niet aan ons. dan zeggen we dat de winstgevendheid verdampt is door de, uh, door de hogere kosten. Ja. Dat uh, ligt natuurlijk altijd aan jullie, want jullie zijn de ondernemer erachter. Dus ja, de, of de franchise-nemers. Ja, maar net, maar als, dat is als je het helemaal van je afwentelt. Als je het uh, eerlijker bekijkt, dan is er gewoon één keten... die daar hebben we ook niet veel voor betaald, die het moeilijk had... al in augustus 2021, de beste maand zo ongeveer ooit... in de bezorgdienst tijdens corona, ga ja. zo maar door. Ja. Die hadden we gewoon niet moeten kopen. Hmm. Want uh, die, die, die bestond, maar... Uh, niet florerend. Zodra daar veel wind tegenkwam, gingen al die winkels eigenlijk onderuit. Had je dat je, kunnen voorzien? Niet de tegenwind, maar je had wel kunnen zien dat je die keten niet had moeten kopen. Hoe? Door. Uh, door me meer de cijfers in te duiken nog? Nee, de cijfers kenden we. We hebben due diligence gedaan. Door, uh, uh, door te beseffen dat de ondernemers en de locaties gewoon niet goed genoeg waren om op een hoger niveau te kunnen functioneren. Uh, dus dat, als, je dat, als je dat bekijkt. Dus als je hele goede locaties hebt. Goede ondernemers. Kun je ze makkelijk omvlaggen. En dan kun je ook tegenspoed krijgen. Als je gewoon een heel zwakke keten koopt. Zwakke locaties, zwakke ondernemers. En die krijgen tegenwind. Dan glijdt het eronderuit. Wat zijn goede locaties? Waar voldoen die aan? Uh, nou, de locaties van New Pizza in Nederland. Dat is gewoon een goede doorgaande weg. Goed in het zicht. Kunnen afhalen. Uh, en, en dat je eigenlijk. En de definitie is eigenlijk. Ik kan nog tien kenmerken geven. Mm. Het liefst een mooi hoekje en bij een stoppenlichten. Ga zo maar door. Maar ja, het komt ja, Zo even... ver gaat het. Ja, ja, ja. Want waarom bij een hoekje bij stoplichten stoppen mensen? Dan gaan mensen kijken. Ja, ja, ja. Dan staan ze even stil, dan word je goed gezien. Ah. Uh, en van twee kanten. Ah. Uh, uh, of vier kanten zelfs, als ja. je echt een mooi hoekje hebt. Uh, de, uh, maar het komt er in feite op neer dat als je in een kleinere plaats zit, dan wil je eigenlijk dat de omgeving binnen no time weet dat je daar zit. En dat geeft vertrouwen, want de mensen die willen graag weten waar een eten vandaan komt, als ze weten waar die locatie zit, dan bestellen ze makkelijker. Zo meteen wil ik eens naar kijken hoe waar je nu staat, want het is verkocht inmiddels. Tenminste, 5, ja, 5, in 7% uh, procent las ik. Hè? Drie jaar geleden. Ja, Dus dat proces vind ik interessant hoe dat is gegaan is en wat de beweegredenen erachter zijn. Maar laten we het nog eens even, voor diegenen misschien ook die die eerste video niet hebben gezien. Dus even. Nou, niet, helemaal terug naar het begin. Maar dan gaan we niet dat hele begin weer oprakelen. Maar als we nou eens helemaal naar het begin kijken, en dat was al best wel een tijdje geleden, hè, wanneer ben je gestart? In 93. in 93. Wat zijn dan sleutelmomenten, als jij nu naar al die jaren kijkt, waarvan je denkt van ja, dit, dit is een moment, dat is een moment. Dat dat, dat, is, deken, dat is echt een sleutelmoment voor nu Pizza geweest. Nou, dat zijn, zijn de, het enorme succes van die eerste Slicewinkels in Amsterdam. Dat was echt uh, overweldigend goed. Ja. Nog niet zoals die TikTok-winkels van nu. Show, dat is niet uh, maar, maar het was wel, over, wel rijden voor de deur en enorme drukte. En we waren echt onderscheidend en vernieuwend bezig. Dus ze we deden wel iets heel bijzonders... Ja. wat niet onopgemerkt voorbij ging. Mm -hmm. uh, dat is één. Dan de start van zelf deegmaken en de groothandel. Dat is twee. Ja, gaan we het zo nog over hebben, want het is een belangrijke rol in de verkoop. Een hele rol. belangrijke ja. rol. Uh, het derde onderdeel is dat we in... 96 zijn begonnen met het bezorgen van pizza's. En franchise. Uh, dat zijn hele belangrijke dingen ja. geweest. Ja. Uh, dan uh, eigenlijk de groeifase tussen 96 en. 2000, laten we het zeggen, 4, 5. Waarin we uh, geleerd hebben van alle fouten van de eerste jaren. Waar we de formule hebben uh, uh, geprofessionaliseerd zijnde tot een stevig, robuust bedrijf. En waarbij eigenlijk alle elementen sterker zijn geworden. Zeg maar de fase van, uh, zou het tegenwoordig zou de skill-up noemen... naar een ja. uh, degelijk bedrijf. Ja. Nou, dat is die fase, denk ik, van 96 tot 2004, 2005. En in 2004, 2005 waren we echt een gezond, mooi bedrijf. Dat waren we eigenlijk al vanaf 98. Mm -hmm. Maar toen was echt robuust. Toen durfde ook te zeggen, een stip op de horizon zetten... van groei, hoe we door moeten gaan. Ja. Uh, en in die uh, fase 2005-2010 zijn we heel goed gegroeid. En in 2010, is best wel grappig, toen uh, kreeg je de fase dat we de vruchten gingen plukken van 17 jaar hard werken daarvoor. Dat is een hele lange fase geweest. En van 2010 eigenlijk tot nu toe is het een, een, een constante factor groei geweest. Groei in de groothandel, groei in de deegfabriek, groei in het aantal vestigingen, groei in professionaliteit, groei in rendement. Een geoptimaliseerde machine bijna. Juist, ja, het, het is bijna oneerlijk hoe hard je moest werken die eerste 17 jaar, hoe uh, de vruchten daarvan ging plukken ja. tot een paar jaar geleden. Want er zijn heel veel gebeurd de laatste paar jaar. Uh, en daar plukken we nog steeds de vruchten van. Ja. Uh, maar het is bijna oneerlijk, uh, eerlijk de, de opbrengst versus de energie ten opzichte van die periode van voor 2010. Um, zijn er zwarte, bl zwarte bladzijdes uit de geschiedenis voor jou? Nou, ik, ben een onge ik heb één talent. Ik vergeet negatieve dingen. <laughs> het is ik, onthoud, ik onthoud positieve dingen. Ja. Uh, je moet heel diep gaan graven. Nee, er zijn er natuurlijk heel veel, uh, uh, heel veel dingen. Maar privé of zakelijk, beide. Uh, maar ik, 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 ik zie. Uh, er, zijn, er is een keer iemand uh, overleden. Een franchise-neem. Wat ik heel erg vond. Ja. Uh, er zijn uh, allemaal met vallen opstaan. Fouten gemaakt. Die weer goed gemaakt zijn. Uh, maar dat is gewoon werk. En dat is ondernemen. Ja. Maar je ziet heel duidelijk dat. dat uh, je wel van het goede uit het goede hout moet zijn gesneden, om als je een keer een klap op je neus krijgt, om gewoon uh, weer een nieuwe weg uh, te vinden, om het weer op te lossen. En dat, dat is gewoon, denk ik, de rode draad van de klap op je neus, uh, blok je om, andere weg en toch je doel bereiken. Bloed, bloed eraf wegen en weer door. Ja, ja, ja. Um, uiteindelijk verkocht in 2021 aan de Noorse partij Orkla. Uh, 75% las ik. Ja. Uh, hoe is dat gegaan? W wanneer, want je bent natuurlijk niet de enige eigenaar. Was je ook niet hè, van nu op waren budget, twee eigenaren. Ja. Een, uh, een stille eigenaar die in Thailand woonde. Waar ik eigenlijk ook slecht contact mee heb of had. Ja. Wat ook een van de triggers is. Dat als je er heel lang uh, de toekomst in kijkt. dat dat dan uh, verstandig is in het belang van het bedrijf dat je het verkoopt. Mm -hmm. Want als mij wat overkomt, dan zou dat naar de anderen gaan. Je bent in het belang van je medewerkers, je bent in het belang van je eigen werk, in het belang van de franchise-nemers. Ja. Eigenlijk het hele belang, was het belangrijk om een goede, degelijke partner te vinden, omdat ik mijn kinderen altijd uit het bedrijf heb gehouden en willen houden vanwege uh, de relatie met mijn compagnon. Oké, okay. dat is die in Thailand zit. Ja. dat is dat is dat is, niet, is dat de, de Abraham uh, ja, meneer? Ja, dat is Abraham. Oké, okay. en dan is dan zijn vader of zijn, of Richard? Richard. Abraham. Richard. Dan was dat de enige waar was er nog een aandeelhouder dan? Mijn broer was aandeelhouder, ah, ja, maar, maar die, die al in eerder 2010 uitgezet. hebben die uitgekocht. Ja, die is vastgoed ingegaan? Nee, die was nooit actief, die zal al, okay, uh, die is al 30 jaar in het vastgoed. Dus actief. eigenlijk zeg je dat de relatie met je mede aandeelhouder was niet zo tof. Nee. Oké. Okay. Maar prima, wat was de stille aandeelhouder? Ja. ja. Maar uh, dat heeft geen continuïteitsverlangen uh, nee. om dat uh, voor te laten bestaan. Ja, en zeker met het risico dat mocht jij wegvallen, laten we er niet vanuit gaan. Maar dan zou hij dan. Nou, dan zou het slecht zijn voor de franchise-nemers. Die... Ja. Zou het slecht zijn voor de medewerkers? Zou het slecht zijn voor het bedrijf? Ja. Het zou slecht zijn voor mijn positie, mijn werk en mijn gezin en vermogen. Ja. Uh, het zou nergens goed voor zijn. Nee. Dus ga je nadenken over verkoop. Ja. Uh, dan ga je eerst met hem denk ik gesprek aan, of niet? Of mocht jij, kon je jij zelf beslissen over zo'n verkoopproces? Nee, in de contracten stond dat je wel iets mag initiëren. Uh, en dan kan, je, kan hij me voor dezelfde waarde uitkopen. Dat, dat okay. was niet zozeer okay. het echte probleem. Okay. Dus jij hebt het geïnitieerd zelf. Absoluut. En hoe kom je dan uh, bij zo'n Noorse partij terecht? Hoe loopt zo'n proces? Nou, dat was wel grappig. Uh, dat was een relatie uh, van mij. Uh, Tommy Terwane, die was de CEO van Koti Pizza in Finland. En daar leverden we sinds 2013 het deeg aan. Vanuit je groothandel? Vanuit de groothandel. Dat was zijn 300 winkels, een grote klant, een hele grote klant. En daar had ik een klik mee. En uh, Koti Pizza was een beursfonds. En dat is uh, ergens in. Nou, ik denk 2019, 2018 is dat door Orkla gekocht van de beurs. En Orkla is een soort kleine unilever, Noors beursfonds. Okay. In food. En die hadden dus Coty uh, uh, Pizza gekocht. Dus kende ik de, de CEO van Koti. En Orkla kende ik al heel erg lang. Ja. En daar kan ik een klik mee. En uh, dus toen Orkla uh, met ons in gesprek ging, was dat gewoon. Uh, ja, een hele bekende vertrouwde partij. Ja, dus, dat, dus die zoektocht hoef je al niet te gaan. Zijn. Heeft dat ook betekend dat je eigenlijk geen brede oriëntatie hebt gedaan? Als het gaat om. het hebben open... we ooit eerder gedaan, maar in deze fase niet. niet. Ga je dan zo'n proces in. Doe je dat dan allemaal zelf? Of schakel je dan specialisten daarbij? Want het gaat best wel om veel geld? Nee, natuurlijk, je moet een heel, heel team overtuigen. Ja. Van een uh, vendor, due diligence. Allemaal dingen waar ik nooit van had gehoord. Hm. En je hebt een adviseur in deze, ja. een, een zeg maar een corporate finance adviseur. Uh, je hebt een batterij en advocaten nodig om alle details te regelen. Je krijgt een heel due diligence proces. Alles komt erbij Hoe is kijken. Hoe Zo'n due diligence proces? Uh, prima. Ja. Hard werken. Ja. Veel, veel vragen. vragen. Veel vragen. Hè? Maar als je een goed geleid bedrijf hebt, ja. dan Wordt er niet zoveel gevonden. Wat je ziet, is wat je get. Ik hou niet van dingen onder de tafel schuiven of wat dan ook. Dus uiteindelijk was het een soort perfecte due diligence. Ja. Alle, alle stoplichtjes stonden op groen. Ja, er was niets gevonden. behalve ja. dat we bepaalde dingen niet hadden vastgelegd. die we beter hadden kunnen vastleggen. Nou, dat soort dingen die je achteraf ja. prima allemaal kan nog, nog kan doen. Ik las ergens een waardering van 145 miljoen uh, in orde van grootte. Uh, was dat laag jullie ver uit elkaar, of was dat een formule waarvan jullie allebei zagen van, nou, dit is wel redelijk en dit is nou, over geld is eigenlijk niet zo heel lang gesproken. Nee. We hebben gewoon heel veel overlegd en gedaan en, uh, maar ik was, ook, we waren ook ontzettend hard aan het werk. Dus uh, dat ook geen. Uh, zij hebben gewoon een heel net bot gedaan wat wij uh, hebben geaccepteerd en in de detail, in de gevechten zijn een paar. Uh, nuances veranderd, maar ja. wij, het was een, een deal naar iedereen's tevredenheid. Ook je Thaise partner of de partner die in Thailand zit? Uiteindelijk wel. Niet meteen. Want hoe ging dat dan? Ja, ik weet niet of ik dat kan vertellen hoor, maar ik wel. Nou, ook. Alle... Het klinkt uh, niet als je beste vriend. Nee, maar het was ooit wel mijn beste vriend. O, en dat is nu uh, tegenovergestelde. O, ja. Maar ik wilde niet. Ik wil over positieve dingen praten. Ja, 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 ja. Dat, is, dat is waar ja. eenmaal. En, 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 uh... Maar heb je hem gewoon de deal voorgelegd? En hij, hij is soort van uiteindelijk oké, okay, dan doe maar ofzo? of zo. Nee, het is gewoon niet leuk gegaan met niet adviseurs leuk. ertussen en al die gezeik. dingen. Hele boel gezeik. Heleboel hmm. gezeik. Oké. Okay. Uh, maar uiteindelijk gewoon goed opgelost. Ja, ja. Dus het is opgelost. Ja. Want het kan, ook, het kan ook een traject worden wat niet wo wordt opgelost en wat dan trekkend jaren duurt of zo. Ja, nee, uiteindelijk is het gewoon keurig netjes opgelost. Okay. Uh, dan ben je heel rijk, maar dan was je misschien al hè. Ja, ik heb uh, drie prachtige zonen en gezond <laughs> en al die dingen. Ik heb nooit de ambitie gehad om heel rijk te worden. Nee, en uh, het bedrijf was al sinds 19. Uh, 98 winstgevend ja. en uh, en 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 als je gewoon je hobby je werk is je wilt heel graag goed doen en de meeteenheid eenheid van succes is toevallig geld dus dan wil je ook dus gewoon ja. omdat je een, een sportman bent wil je dan dat ook goed doen <tus> uh, dan uh, um, ja dan komt dat erbij maar ik heb niet zo uh, uh, wens gehad om heel veel geld of heel veel geld uit te geven of hele dure hobby's. Ik heb als ondernemer gesproken, die had een bedrijf verkocht en die zeiden ja, en toen had ik heel veel geld op mijn bankrekening en, en toen had ik er een probleem bij. Zo, zo zie ik het ook. Ja? Want ja. wat doe je dan? Want je hebt, want je hebt, je hebt heel ik veel... Ik ben daar geld... heel serieus mee bezig ja? en daar denk ik serieus over na en ook uh, veel verder naar de toekomst toe of je de juiste dingen doet, omdat je dat dan eigenlijk, ik zie dat meer dat dat niet... Mijn geld is, maar dat is geld voor de toekomstige generaties. Dus daar moet je zorgvuldig ja. en goed mee omgaan. Ja. En uh, dat neem ik heel serieus en ik ben er niet zo goed in. Dus dan moet ik leren. Ik sprak Pieter Schoen ooit, uh, Dragon Dan uh, en uh, ook een succesvol ondernemer die ook zeer vermogend. En die zei: ja, hij zei geld is als vergif voor de ambitie van je kinderen. Hoe zie jij dat? Nou, ik niet eerlijk gezegd. Ik, uh, ik zie wel dat je. De, kijk, als je ouders allebei heel hard werken en heel serieus zijn en geen gekke dingen doen. Ja, uh, zien eten doet eten. Maar ik denk ook dat de opvoeding en het gedrag van de ouders meer bepalend is dan de portemonnee. Ja. En, uh, en ik, ik heb hele. Uh, Verwende, emotioneel verwende kinderen. <laughs> uh, die heel veel aandacht van hun ouders hebben gekregen en familie. Hmm. En die gaan, doen het hartstikke goed. Wat doen ze? Uh, nou, de oudste, die, uh, die uh, is heel succesvol als koekjesbakker. met het koekenmannetje in Amsterdam. met een compagnon. en dat is zo'n TikTok-succes. Uh, uh, ja. Maar zijn grote liefde is uh, een muzikant. Dus hij doet heel, hij, en hij doet nog meer dingen. Maar die is zo ondernemend en zo actief. Dat, die, dat wij als ouders hem alleen maar moeten afremmen om minder te gaan doen. <laughs> en, uh, en die doet dat goed. En dan hebben we een middelste. En die is, die, die is gewoon heel serieus aan het studeren. Met een heel erg leuk leven, zoals studenten ja. het moeten doen. Ja. Maar die sport, sporten allemaal heel erg veel. Um, en en uh, die studeert, die gaat dit jaar uh, zijn bachelor halen. Dan zeg je alleen maar langzaam, langzaam, er is geen haast. Ik heb nog nooit iemand gehoord die uh, trots is of hij 40 jaar of 42 jaar heeft gewerkt. Ja. Uh, en en die, die is nu aan het nadenken uh, over uh, uh, hoe die kan vertragen. met een goede stage waar die veel kan leren. En uh, dus ook gewoon heel goed bezig. En, de, en heb je dan nog één? En dan heb je? ik nog de jongste. Ja. En die zit uh, in zijn tussenjaar. Okay. En die uh, gaat, die, die had allemaal ambities om uh, professioneel voetballer te worden, maar die heeft al een jaar lang. Uh, die heeft een afschuwelijke schop vorig jaar gekregen in mei. Die is geopereerd en allemaal. Die is aan het aan het herstellen en aan het reizen en heel veel aan het sporten. Mm. En die gaat uh, ik weet niet of of hij zichzelf kan herpakken dat hij die ambitie nog wil oppakken. Mm -hmm. Maar en anders gaat hij en en doen. En dan gaat hij die, die gaat in augustus, september studeren. Hé hey, luister. Um, de uh, deal die is gesloten. Wat heeft dat voor een effect gehad op jou? Want je bent hoe lang heeft dat proces geduurd? Is dat een jaar, twee jaar? Nee, dat proces Korter. heeft uh, geduurd niet zo lang. Dat, dat, ik denk uh, van het de eerste gesprek tot, tot de, de closing, acht maanden of acht zo. Maanden. Of negen maanden. Ik weet niet, zeven, negen maanden zoiets. Verandert er dan niets voor jou? Ja. En zorg erbij. Ja. Dat is het vermogen, bedoel je? Of ja, dat je het... hebt een plotseling een beroep erbij uh, ja. waar je goed mee om moet gaan. Maar uh, ja, ik, ik heb nooit uh, gewerkt voor geld. Dus, dus het, mensen hebben wel eens termen gezegd, uh, doe je rustig aan. Maar of het nou mijn bedrijf is of niet mijn bedrijf, of deels mijn bedrijf, uh, dat maakt niet uit hoe ik erin sta. Want is jouw rol, uh, want je bent officieel, wat is het, CEO of dit, ja. hoe noem je jezelf? Ja, CEO. CEO. Ja. Uh, is dat na de overname veranderd of ben je nog steeds CEO? Ja, uh, ik doe, het precies, doe je nog precies zelf. Precies hetzelfde als ik altijd heb gedaan. Nou, ben je nog jong en vitaal? Net zoals ik. Maar er komt ook een dag dat, dat je, heb je. Ben je plan aan het maken? Voor de nou, toekomst? Ik ben zo serieus CEO uh, dat ik uh, weinig tijd neem om over de toekomst na te denken. Uh -huh. Maar die komt er wel aan. Maar die komt er wel aan. En ik heb een paar hersenspinsels erover, een paar hele grove outlines. Wat ik, uh, uh, um, wat ik uh, um, grofweg uh, een inrichting van mijn leven zie. Ja, zeg maar een after New York Pizza live. Ja. Want dat komt er een keer aan. Ja, dat komt er een keer dat aan. Komt er een keer aan. En stel nou eens dat we dat nu zouden moeten invullen. Um, twee vragen. Wat, hoe, hoe zou je het gat dan opvullen wat er bij New York Pizza valt? En twee, wat zou jij dan gaan doen? Nou, ik hoop dat de directie, en daar heb ik veel vertrouwen in, uh, goed opgeleid is en goed begeleid is en zelfstandig is. Daar ben ik al heel lang mee bezig. Dat zij hun eigen boontjes kunnen doppen. Dat het bedrijf zonder je kan. Dat het bedrijf uh, niet afhankelijk van is. Ik moet wel zeggen dat ik soms ervan schrik hoe uh, vervelend ik nog uh, de dingen zie die uh, beter moeten. Ben jij, zo ben jij ook zo'n detaillist? Zeg maar, ik ben maar... heel erg grote lijnen, heel erg detail. Ik kan me net zo druk maken uh, over... Uh, een inefficiënte lunch bij ons op de kantine. Uh, of restaurant, ik weet niet hoe je het moet noemen. Uh. Uh, of uh, uh, de schoonmaker... Of uh, we de juiste overname, winkels, investeringen doen. Dat, dat, nee, nee, nee. dat, dat, dat is voor klank. mij ja. op één hoofd. Dus je bemoeit je nog wel met alles en, uh, en nog wat. Juist, ja, zoals ik altijd ja. heb gedaan. Maar je kan wel, als jij nu morgen voor een half jaar zou vertrekken. dan stort het bedrijf niet in, neem ik aan. Nee, 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 helemaal dat, dat niet. Draaijt. Dat is echt gewoon fantastisch. Uh, dus ik kan me voorstellen, er komt straks een nieuwe CEO ooit een keer. en dan ga jij eruit. Ja, ergens een keer. Wat ga je dan doen? Nou, ik, heb, uh, ik spreek daar natuurlijk wel over. Ja. En die Tommy die Terwane, die toen kocht, die is nu de CEO van TEPC, de European Pizza Company. Ja. En daar vallen drie grotere ketens onder: eentje in Finland, eentje in Polen, eentje in Nederland en een stukje in Duitsland. Uh, en uh, die hebben grote ambities om nog. Meer landen, goede grote partijen te kopen. Okay. En ze hebben gevraagd of ik daar dan naar de raad, als ik stop als CEO, of ik daar ah, ja. naar de raad van Commissarissen ga. En je een beetje bemoeien met de bij in beeld daar om te kijken wat je nog meer ja. kan overnemen. Nou, dat is een soort. Uh, als ik commissaris word, dan moet ik natuurlijk niet gaan oordelen over mijn eigen werk. Oh, dan ga je echt raad van toezicht. De raad van uh, Commissarissen. En dan zullen ze misschien als adviseur invliegen om ah, ja. bepaalde besluiten te onderbouwen. Maar dat zie ik meer echt als een, een klein gedeelte van mijn toekomst, van mijn ja. werkzame leven. Dus je houdt dan nog wel een voet in de business. Ja. Maar dan meer op afstand? Maar weer op afstand. En, en, en als adviseur uh, ja. links en rechts van uh, de dingen die ja. ik heb gedaan. Maar dat zie ik, uh, zie ik als een onderdeeltje daarvan, van mijn toekomst. Ja. En ik heb nog meer activiteiten, want ik ben een heel ondernemend mannetje. Dus ik, heb, ik ben nog. Ik, wat is de pizzabakkersgroep? Dat is een uh, kleine keten. Uh, van 34 restaurants. Klein. Relatief. <laughs> ja. En daar ben ik commissaris en, en uh, compagnon. En die help ik van hun fantastische formule. Te door te groeien naar een grote keten. En even voor mijn begrip. die soort van. Die, die zit niet onder de New York Pizza. Nee, is nee, nee die is daarbuiten. En toen ik ze leerde kennen. hadden ze zes restaurants. Dan ben ik uh, met ze gaan partner, Heel lang gepraat erover. Er zijn nu 34. En dat moet echt doorgroeien naar, naar, naar een, uh, een goede honderd vestigingen in Nederland. En wat is het grote verschil met New York Pizza? Restaurant. Ja, het restaurant. Pizza bezorgdienst. Ja. En nuttiging ter plaatse restaurantformule. Hele dunne Italiaanse steen pizza's versus uh, beter voor bezorging... want anders verlies je veel temperatuur. Uh, dunne en New York style pizza's voor uh, delivery. Misschien is het leuk... Oké, okay, dus, dat, dus, dus, dus je, jij, jij blijft ondernemer tot je graf, toch? Ja, dat denk ik wel. Maar nee, niet ondernemen, want ik, ik vind nou dat ja, ook een beetje saai. Betrokken bij? Uh, nou, ook niet. Uh, als je dan toch, uh, ik, dan ga ik zelf maar over praten waar ik over nadenk. <laughs> uh, en ik heb nog een ander bedrijf, een softwarebedrijf, uh, oh, wat er ook buiten is gebleven: de automatisering van uh, uh, bezorgketens. en dat, dat is heel, heel, heel leuk, heel, heel erg uh, tech. Ja. En daar zit een fantastische CEO op en compagnon. En die doet dat hartstikke goed. En dat is heel erg internationaal. Dan, uh, uh, ja, en dan natuurlijk investeringen, maar dat, dat is wat minder interessant. Mm -hmm. uh, wat ik heel leuk vind, is dat, dat ik gewoon geen, ik denk erover om geen CEO meer te willen zijn ergens. Want dat neem ik heel serieus. En dat, ja, dat vergt gewoon dag en nacht al je heel veel energie. Uh, dat ik uh, wat meer verschillende dingen ga doen. En ik wil dan eigenlijk uh, twee keuzes. Als ik een uh, op winst gericht bedrijf moet adviseren, doe ik dat alleen. Of gratis, of als ik aandelen heb. En, uh, maar ik wil alleen maar mensen organiseren die adviseren die al wat kunnen die kan helpen op de next step. Ja. Uh, maar wat ik mij heel aantrekkelijk lijkt, is uh, maar ik weet niet of dat, hoe dat precies zit, is om les te gaan geven aan een, op, een, op, op uh, de universiteit. Uh, ondernemerschap en dan een eigen colloquium te doen. Er is iemand die mij geïnspireerd heeft erop, die heeft de ME uh, in Leiden eigen colloquium gegeven. Colloquium? Dat je je eigen, uh, 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 eigen uh, vak zelf schrijft. Is dat curriculum, bedoel je dat? Colloquium noemen. Ik weet het cool, niet. Uh, weet uh, ik ook niet. Uh, dat je te... Ik praat iemand na, ik heb het nooit ja, nagekeken. Ja, 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 maar je, maar je, eigen, je, leergang. je eigen leergang. Doet, in een cyclus van twaalf of acht colleges met een examen. Een stoel? Nou, je, niet dat... een stoel. Ik wil geen stoel. Als hoogleraar. Nee, ik wil ook geen hoogleraar worden. <laughs> maar het lijkt me leuk, ondernemerschap, waar ik denk ik best goed in ben geworden... Ja. Uh, om dat uh, te kunnen overbrengen. Want ik, uh, toen ik economie studeerde, vond ik uh, het gewoon... Uh, ik weet nog één college te herinneren wat mij boeide... en dat had met ondernemerschap te maken of in ieder geval het bedrijfsleven... Dat je eigenlijk die brug slaat tussen de theorie en de praktijk. dat je ziet dat je eigenlijk in de praktijk, als het eenmaal wat schaal heeft, kan je die theorie heel goed gebruiken. En dat is ook, en het is gewoon waar. Dat is het leuke. En die brug wordt eigenlijk in mijn tijd nauwelijks geslagen. Tussen theorie en praktijk. En ik denk als ik daar op een of andere manier een mooie verbinding, een mooie brug kan bouwen, dat het. Ongelooflijk leuk is om die uh, stof tot je te nemen. Mm. En ik hoor van mijn zoon die dat studeert, dat dat gewoon zelden voorkomt dat er iets is waar hij bereid voor is, als het niet verplicht is om zijn bed vooruit uit te komen. Precies dat. Ja, daar geloof ik heilig in. Ja. En ja, ik eigenlijk. denk dat dit vreselijk mooi en leuk ja, kan zijn. Ik hoop alleen dat je als... een onderwijsinstelling kan vinden waar jij op jouw manier je ding kan doen dan. Nou ja, ik heb er ook nog wel wat eisen aan. Ik wil ja. gemotiveerde studenten. Ik wil ja. gewoon. Uh, <laughs> Uh, wel dat ik, ik denk dat ik, ik weet het niet, maar er moeten dus niet eerst en tweede jaar zijn. Dat moet wat verder gevorderd zijn. Ja. Dat ze denken, hé, hey, ik ga mijn studie afmaken. En ik ben aan heel eind. En ik vind dit leuk om ja. als erbij te doen. Ja. Nou, daar ben ik over aan het nadenken. En ik, ik heb wel een, uh, nog een volgende stap daarover al nagedacht. Dat ik uh, denk dat ik mijn uh, uh, best moet doen om dan ook mensen erbij te betrekken, waardoor die ken uit mijn bedrijfsleven of of soort aanverwante ondernemers, waardoor het echt heel gaaf wordt. Dus niet in je eentje doen, maar met Nee, zo, want het uh, zo lang uh, zo interessant is het ook al niet wat ik te vertellen ja, heb, ja. maar dat je het er gewoon echt een een een, 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 een vol van maakt die, uh, die, die die heel aantrekkelijk is. Heel, ja, Precies, waar iedereen in de rij gaat staan om daar een deel te nemen. Ja. En dat je ook verplicht aanwezig moet zijn. Dat je anders gemaakt, eh, niet zoom, niet digitaal gewoon aanwezig. Vroeg je bed uit. En als je er niet bent, mag je geen tatame doen. <laughs> Zo werkt het. Wat? Ja, nee, ik hou ervan. Ik, weet, nee, ik moest denken aan mijn zoon, die zit in de sport. En die doet Muay thai. Uh, En dat doet hij eigenlijk in Amsterdam-Noord. En dat is een gast die, die, als je daar gewoon drie minuten te laat komt... maar dat is onderdeel van dat, thai, van dat Muay Thai-cultuur bijna... dan heeft hij gewoon geen boodschap aan. Dan zegt hij, jongens... Next time. Wieberen, weet je? je komt ja, ik gewoon, hoop je dat je mijn jongste zoon net 15 dagen mooie Thai op Bali lessen heeft genomen. Elke dag een paar uur. Ja. En dat heeft hij net 15 dagen gedaan. En dat is vandaag zijn laatste les. En daar word je super fit en strak en gedisciplineerd van. Ja, het is consistentie en gewoon discipline en negen uur is gewoon negen uur. Ja, en niet, niet vijf over negen. Dus dat zie ik jou straks ook doen. Bij de deur. Ja, ik geloof. Nou, ik zie het niet ja. doen. Maar ik, 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 gewoon die deur gaat dicht. Ja, precies. En dan gaan we beginnen. Ja. ja. Oké, okay, dus ik, volgens mij heb je toekomst aardig al in beeld. Grof. Ja, ja, ik zie hem wel voor me. Paar We gaan even een paar dingetjes. Ik wil een paar termen voor ondernemers die zitten te kijken. Je bent een rolmodel, mag je rustig zeggen. Je bent een groot ondernemer. Er zijn veel jonge mensen die kijken, die hebben ondernemersplannen. Ik wil een paar termen noemen. En dan moet jij uh, uh, op zijn minst even een rapportcijfer geven als het gaat hoe belangrijk het is. En wellicht korte toelichting. Uh, maar begin maar met rapportcijfer: marketing. Hoe belangrijk is dat voor, als, voor jou? Vanaf, voor welk beroep? Als je echt een Voor jou, voor New York Pizza. Oh, exceptioneel 100%. 100%, gewoon een 10, zeg maar, op de schaal van 1 tot 10 en 10. Ja, maar... Het, het, even, ga ik even uh, een paar dingen daarover <laughs> zeggen. Uh, wat is nou zo moeilijk, waarom, je, waarom is het nou zo moeilijk om een uh, pizza-bezorgdienst, grootschalige keten neer te zetten? Mm -hmm. Is omdat je gewoon vijf verschillende dingen uitstekend moet doen om een goed product te krijgen of om volume te krijgen. Dus uh, het wordt heel saai, want je nu nog vier andere onderwerpen ...dan krijg je weer 100% ja? antwoord. Ja? Dat is juist het probleem. En en, en, en wat het moeilijk nee, maakt. Nee nee nee, ik weet zeker dat niet alles 100% is. Okay, 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 ja, okay, ja, tenminste okay. dat denk ik. Oké, okay, dus maar marketing moet dit, moet gewoon goed zijn. Essentieel. Essentieel. Tech. Essentieel. Oké, okay, dus die is makkelijk. Dat is Softwarebedrijven wat we Ja hebben. ja, 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 we ja niet kopen, shit, zijn shit. We zelf ik begonnen. Ja, ik hoop dat je zo meteen gaat twijfelen. Uh, innovatie. 100%. Ja, dat dacht ik ook al. Ja, dat is ook 100%. Het dus moet allemaal goed zijn, hè? Duurzaamheid. Wacht even. Uh, uh, innovatie uh, uh, is. Uh, het moet niet allemaal goed zijn. Want uh, als je. Uh, uh, nee, innovatie doet, Er moeten ook dingen mislukken, ja, ja. omdat je anders ben je niet een ondernemer, dan ben je een handelaar in zekerheid. Ja, 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 ja. Maar innovatie als, als, als thema staat hoog op de agenda. 100%. Duurzaamheid. 100%. Ook 100%? Altijd geweest met nu op pizza? Of is dat ja. het thema van de laatste jaren? Nee, nee, nee. nee. Uh, dat heb ik wel vaker gezegd, maar mijn, mijn vrouw wilde altijd dat onze kinderen extreem gezond aten. En eten. En dus aten we thuis allemaal uh, geen rood vlees, heel erg veel groente, fruit, uh, gezond eten en uh, heel veel biologisch. En dat biologisch is niet zo belangrijk als wel uh, natuurlijk eten. Dus ja. uh, niet bewerkt eten. Ja. En toen ik heel jong was en met mijn vrouw was, toen had ik er wat moeite mee. Ik vond het niet zo belangrijk. Maar eigenlijk sinds 2010 is New York Toen had ik op een gegeven moment bedacht... New York Pizza moet producten verkopen, moet de pizza's verkopen... die uh, op dezelfde manier zoals ze ook duizend jaar geleden hadden kunnen worden gemaakt. Toen zijn we jaren bezig geweest, ik denk vanaf 2007 tot 2010 of 2006... om eigenlijk al die kunstmatige uh, toevoegingen uit onze pizza's te halen, uit alle... Sausjes over alles eruit te halen, dat het gewoon 100% natuurlijk product was. Dus dat is eigenlijk van huis uit geïnitieerd, waardoor er ook geen bezwaar meer was dat mijn kinderen nu pizza aten. En ik dacht, als dat nou de leidraad is, dan is dat goed voor het bedrijf. Mm -hmm. En uh, ze hebben ook biologische uniformen. We zijn in 2012 als eerste keten ter wereld begonnen met elektrische fietsen. Die ze hebben samen met Sparta ontwikkeld voor de bezorging. En tot die tijd was het echt alleen maar voor ultra om. Uh, 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 veilig en uh, sneller dan met de auto je te bewegen. Alleen dat is denk ik. Een, een, een Misschien dat er op andere plekken in de wereld ook mensen ermee bezig waren, maar dat is een hele gamechanger geweest. Ja. En daardoor zijn we van die verbrandingsmotoren afgestapt uh, van die snelle opgevoerde brommers. En dat werden eerst gewoon uh, daarna niet opgevoerde brave automaatjes. Uh, zijn we eigenlijk gewoon naar bijna volledig elektrisch fietsen gegaan. Met een stukje voor grotere bezorggebieden, elektrische brommers. Maar dat is een hele game changer geweest, die echt wel geïnitieerd is. Het uh, is misschien wel hetgeen waar ik het meest trots op ben. Ja. Van game changer. Uh, van mijn hele carrière. Ja, ja, ja. Is dat er gewoon. En ik zeg niet dat wij. waren in ieder geval de eerste die ik kende. die dat deden met Sparta. En, uh, maar dat is gewoon de hele industrie is veranderd daardoor. Ja. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken. Uh, en, en, en een hele mooie bijvangst daarvan is, is dat het snelheid omlaag is gegaan. Dat de ongelukken met de koeriers exponentieel verminderd zijn. Ja. En dat het gewoon ook veel veiliger is geworden. Ja. Ja. Duurzaamheid is ook op tien? Negen. Van 1 op 10. Nee, nee, nee. Okay. Yes. Vegetarisch. Non-vlees? Nee, dat dat ben ik niet. Daar, die, daar, niet die staat niet op tien. Die staat niet op tien. Die staat op uh, uh, misschien voor mij privé op 7,5. Maar die staat voor New Pizza staat die uh, op 6. Uh, simpelweg dat wij altijd in onze aanbiedingen vegetarisch product. Altijd. Dus uh, we doen nooit iets met alleen maar. We doen veel kip, weinig. Vlees in de vorm van rund. We hebben geen varkensvlees. Uh -huh. uh, wij uh, uh, hebben altijd vegetarisch aanbod. Verse groenten en al die dingen. Maar het verkoopt gewoon niet zo goed. Uh -huh. Het is altijd zo dat als je uh, drie pizza's maakt. Eentje met pepperoni erop. Eentje met kip erop. En eentje vegetarisch. Dan is ook die volgorde van volumes is ook een feit. Uh -huh. Dat verandert heel langzaam. Uh -huh. En het is heel zonde. Want het zou ook... Als de consument uh, dat zou wensen, dan uh, zouden wij dat prima kunnen aanbieden. En we bieden het ook echt. Alle acties, alle intrus, altijd vegetarische pizza. Altijd een dunne bodem voor lagere calorieën. Maar dat is niet wat de, de consument en masse wil. Dat, ja. dat gaat nog heel lang duren. En als laatste plezier? Ja, het moet allemaal. Nee, het is niet allemaal leuk. Maar. De optelsom daarvan moet wel leiden tot 100% plezier in je werk. Ja. en dat heb je wel gehad tot nu toe, hè? Want dat hou ik vol. Elke toch? dag. Ja. En ik ben toevallig ook iemand die onplezierige dingen oplossen, ook bij mij leidt tot plezier. Ja. Mag je danken voor deze update, Philip, en je heel veel uh, succes en uh, plezier uh, wensen bij de stappen die je allemaal nog gaat maken de komende jaren. Dankjewel dat jij mijn gast was. Oh, graag gedaan. En dankjewel uh, voor het kijken en luisteren naar dit gesprek op 7 tv En vond je dit nou een leuk gesprek, dan kun je hieronder, als je op YouTube zit te kijken, kun je ons volgen. Doe dat, vinden wij superleuk, groeien wij weer van. En zit je te luisteren naar de podcast, volg ons ook daar. Dan mis je helemaal niks meer. Twee van dit soort ondernemersgesprekken, nieuw elke week. Voor nu, dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Hoi!